Hey my friends, this is Freddy out of Paramaribo, Suriname. 40 years ago, current president Desi Bouterse took power in this country in a military coup. Today, he, his friends, and the government are celebrating. And we're watching closely. Paramaribo at the old airplane where the NDP and current President Bouterse are celebrating the revolution. It's 40 years and the masses of his parties are carried here by buses. So the whole plane is going to be colored in the party's color, which is purple, as you can see. Let's check them out. Da, 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 da. Wat gebeurt vandaag? Nou, wat er vandaag gebeurt is gewoon dat er is een massameeting. Een massameeting? Ja, klopt. En daarop na aanvieren de revolutie. Ja. 40 jaar het vieren. Dus er gebeurt heel wat. Ja, helemaal. Een grote fest. Pardon? Een grote fest. Ja, tuurlijk wel. Het is een gedenking en allemaal die een naleven. Weet je, die ontwikkeling wakker heeft geschud. Dit is het nou juist. En dat moeten we nou weten. Om het waarom. Er is zoveel jaren vastgezeten in Suriname van bepaalde zaken. Hoe eigenlijk door binnen mee te geven. Ik zal geen enkele Europeaan of wat dan ook, maar het is een winning geweest. Oké. Okay. Het is allemaal gewoon mooi wat er nu gebeurt. We raken in de ontwikkeling en het is nou juist. Dat is alles. Ik heb dan een vraag. Ik heb gehoord, er waren de protesten laatste week. Wat zijn de protesten laatste week geweest? Daar kan ik geen veel commentaar op geven. Nee, weet ik. Weet ik. Iedereen heeft zijn eigen mening in het leven. Oké, dan een leuke avond. I'm here with a person who's following today's party, and we're going to see what he has to say about what's going on in Paramaribo. And I'm going to speak the local language, it's called Sranantongo. But we're going to put some subtitles on, so don't be afraid. Sapsanang yutida. Atena wa fiste di na srana fanaf tide ebi komitamara. Ah yeah. Isan yufiri fu den fest. Ai mi iberga dak na wa erdenke gide mai sabito. Tide na enkelak na be refo. In assisting refo. Ja, revolutie. Revolutie, dat betekent aten ja dat bouwt met elkaar konden abra. Sabitik ja konden. Oké, dan no. Ama aba herdenken van adiga met elkaar konden daarom kan mij horen aan feest idee. Oké, zijn jullie nu abi van NDP trui? Ano, allemaal na NDP man toch is een fascist team de tok, de partij voeren tok. Sabit ook. Dus dat kom ik als snap hoon, sabit ook. Ah, is zo alibi de. Want dat allemaal nog aan de NDP, dat Sofsa, dat Angawan Sito, Botanum Angawan Sito, Am de One Street Talk, dat dat we komen te horen, One Street, One Battle, Suma Owini Owini, Sabi Talk. En fai je vieren de situatie op het moment naar Paramaribo? Ago moro beter? O moro pi. Mino Corriere, Mina Right to the Point, Mero Corriere, Mina Luko Festi of Black of Witty, Sabi Talk. Mi Otakatru, Akondre Nedre, Wanta Euro He, Adala He, Sabi Talk. En uno ma komen uit op straat is afvatten. En nu assisten ze mensen daar. Bakken tot de vatten worden door alle kwinnen zullen lopen. En nu aan het zijn stranden. Sabi tok. Jij hebt een boodschap voor de kijkers. Zijn er moed voor de verkiezingen? De kijkers staan daar op je eyebrows. Op je potelijk feit. Jam nog een kotijtak. Suma in lobby. Allemaal dan een mening. Maar je staat op je potistengi. Sabi tok. Mij staat op mijn potduf megin. Sabi tok. Maar uno aan je. Pina in de kondre. Ja, uan lip. Free en dan kon je dan als je het kon je sabi tok hoe ame kwam als dong sasa ne guakagi alamang en dan waka wansi sabi tok en waka alasi dat nami mitaki sambo ante ide hier serana want na serana metang sabi tok serana mang opo ai sab sawedu dat opo ai mag de ogen open ja oké okay. Mag de ogen open don't close your eyes open your eyes okay. we do makandra we opo ai makandra okay. Opo we ai makandra Sapé potiste. Dat je busco pour voir condre. Ja, sapé potiste. Opo you ai. Opo ya. Grand thank you, Mati Fumi. Passa un bon day. In mi atitu. Alias present.
It is so difficult to find somebody to talk tonight because most people are just dancing and singing, and we have tried to talk to many of those people, but very often they just don't want to answer us. Goedenavond. Wat is het? Nee, ik heb nu een kleine vraag. Wat er gebeurt? Want we zijn op Duitsland, je weet niet wat er gebeurt. Nee. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het? Alles goed. We are trying to understand what is being celebrated today. It's a national like a feast for Boutersa, meneer Boutersa. So it's a party for Boutersa? Yeah. Okay. Like a little get together. What's gonna happen in the? You've announced what he's gonna do. Yes. Okay. Okay. So why do you wear this shirt? We can do the job. What can he do? What has Boutersa done so far? We come to give him the power and the strength to maybe he could take it this time again. To kind of strength for the elections. Yeah, the elections. Okay. So why do you vote for him? Because we just like him. Okay, his personality or? Yes. He's okay. Not too bad. Everybody vote for him. I have a feeling he's gonna win this time again because okay. There's plenty of people. Because there's so many people around. Right. Okay. So are you happy with his politics, what he's doing so far? Yes, I'm very happy because the poor people he give them a little ration to you could survive, you know? Okay, what did he give the poor people? He gave the poor people sugar, rice, onion, garlic, everything. For free? For free. You get a lot. Okay, that sounds nice. Yes. Okay. And so you're voting for him because he's giving you sugar and rice and that stuff? He gives the poor people stuff. Okay. He helps the poor people? Yeah, he supports people. Okay, okay, okay. And the other parties don't support people. They really don't do nothing. Okay. Because a few days ago there were some protests. What's going on? Why are they protesting the people? I really can't tell you that, but... Okay. Because they told that everything gets more expensive. Is that true? It's true, yes, but they say it's about it, but it's not about it, so you don't know. It's the politics, you know? Okay, so it's not about politics? Yes. It's the people in the minister and all those things. Okay, but isn't Boutersa responsible for his ministers? He's responsible, yes, but what can he do? Okay, you're basically saying he's helpless, kind of? He's helpless, kind of. Okay, okay. Because Boutersa have so many debts to pay out to, he really can't help. Okay, I appreciate but that. People still like him though. Okay, so do you have a message for the people on the Verkiezingstag, on the voting day? Yes, we have a message. Iedereen, vote for meneer Boutersa. Everybody vote for Boutersa. Yes. Okay. Because what is Boutersa's plan for the next years? I really can't tell you. You just have to watch and see. But it's probably going to be good. Maybe. Okay, sounds great. Yes. Well, thank you so much. Okay. Big pleasure talking to you. Good night. Okay. Thank you. Show up and give a speech. Maybe talk was something today. If you the pain up on weekend this year, in the last say, make car Alasran among the feet that they are trusting. Believe
leven in een mooi land. We leven in een vrij land. U kunt vrij uw godsdienst bekleden. U kunt alle religieën kunt u beleiden. Meningen zijn vrij. Demonstraties zijn vrij. Mensen zijn vrij. En daarboven is het land vrij van rampen. Wij houden niet echt van het land. En mensen die politiek anders denken, mensen die doorgaans als voetboys van het buitenland regeren, mensen die de kolonisator zich laten misbruiken, loop jongens van ons voormalig moederland. Zijn niet vrij. Zijn niet vrij in hun denken. Ze hebben de witte man in hun hoofd. Ze kunnen zich niet voorstellen dat wij mensen gelijk en gelijkwaardig zijn. Zij denken nog steeds dat zij slaven, vrijgekochte slaven, dat zij landarbeiders nog steeds van de kolonisator zijn. So now I'm out here with Hans. He's from Holland on vacation. And how's it going, Hans? I can't complain too much. So why did you come here today? I just went to the fortress just across the river. Fortalandia. And then I had dinner and then I passed by here. And then I heard a great dictator is going to give a speech. So I thought, well, let's have a look. Did you like talk to the people a bit? Yes, I did talk to the people. And what's the vibe? I asked several people what they are doing here. And they said, well, I don't know. I asked them, why do you vote for Bouterse? And many of them, or a few of them, they said, well, I can't vote yet because I'm not, I'm underage. And other people, I asked them, why do you vote for Bouterse? They said, I don't know, mister. Okay. So they didn't... So far, I didn't get any answer on my question why people do vote for Bouterse. Okay. And I asked them, don't you mind that in the Netherlands, most people are convinced that he killed many people and that he's a drug dealer and so on and so forth. And then everybody said, no, God forgives and the people should forgive too. Okay, well, it's Christian kind of. And that's why here, to spread Christianity and that people should forgive Bouterse and that they should vote for him. You sound a bit disappointed, but I hope you will still enjoy a good vacation. Yes, but it's not an easy country. Dus wat heeft de NDP voor het volk in de laatste jaren gedaan? Ja, het spreekt vanzelf, hè. Ik ben eigenlijk geen ingezetene, maar de laatste 10 jaar heb ik me gevestigd in Suriname. Toen hun Bouterse en de regering Bouterse aan de macht kwam, daar hebben ze alles en nog wat gedaan, zonder geld, zonder ontwikkelingshulp. Maar de regering die daarvoor was, die hebben haast niks gedaan met het ontwikkelingsgeld voor de mensen. Maar sinds ze gekomen zijn aan de macht, ja, tuurlijk zitten ze zonder geld, zijn bepaalde dingen misgegaan. Maar dat ga je hebben. Mistake you make always. Er waren de protesten laatste week. Wat zijn de protesten? Kijk, die protesten, kan je zo zien. Ze zeggen dat het niet goed gaat in het land. Maar je moet niet iets van vandaag kijken. Je moet altijd kijken ook in het verleden wat er allemaal gebeurt. Dus dat komt van het verleden? Ja, wat ze gedaan hebben, maar nu, omdat het ietsje minder gaat, er zijn bepaalde dingen die hebben zich voortgedaan. Dan proberen ze hun, die proberen aan de macht te komen, want daar had je heel wat politieke partijen, weet je, die in de strijd zijn om de macht over te nemen. Maar daarvoor waren ze ook, ze hebben niets gepresteerd voor het land. Dus je gaat nooit op Santoki stemmen? Van mijn leven niet. Hier geven we op zijn. Mijn lobby is eraan, ma. Ja, toch? Fittig is eraan. Zeker. Lobby. Oké. Okay. The president is shaking hands over there and we'll try to get a good look at him. So, this is the end of a very long day and a very long night. The party is still going in the background.
The current president is smoking his cigarette calmly, surrounded by his fellow friends from the coup. But we're out now. We're gonna go to sleep. Hang tight. See you soon. This is Freddy out of Paramaribo. Bye. Namens, namens, ja, protest van de revolutie. Graag naar je.